Vandaag zullen wij jullie leren hoe je een mes moet gooien. Stap 1. Ah ja, stap 1. Kies een mes. Oké, ik heb hier een hele reeks messen klaargelegd. En ja, ik zal toch moeten kiezen voor dit mes. Ja, voilà. Wat is de volgende stap? Stap 2. Grijp je mes. Ik grijp mijn mes. Heel goed. Ik kan het zo grijpen. Maar omdat dit handvat zwaarder is dan het lemet, zal ik dat hier zo moeten vastnemen. Indien u een mes hebt die aan beide kanten scherp is, dan moet u het aan de punt vastnemen. In mijn geval is dat dus zo. Voilà. Wat is de volgende stap? Dat zal ik u direct zeggen. Kies een hoek voor je worp. Een hoek voor de worp? Oké. Okay. Ja. Dan kies ik voor deze hoek. Ja. Voilà. Oké. Okay. Wat is de volgende stap? Kies een doelwit. Kies een doelwit. Daar hangt mijn doelwit. Veel succes. Dank u. Daar is je doelwit. Sta in de juiste houding. Zwaai met het mes. Laat het mes los. Raap het mes op. Kuis het mes af. Dit zijn wel hele rare stappen, hoor. Denk na wat er moet veranderen voor een perfecte worp. Ik vind persoonlijk dat de hoek niet echt goed past. Dus zal ik gewoon hier gaan staan. Ik denk dat dit beter zal zijn. Ja, je moet natuurlijk ook niet alles letterlijk nemen. Ah, oké. Dus dan doen we het nu opnieuw, maar dan zoals het wel hoort. Ja, we herstarten van stap 5. Sta in de juiste houding. Sta in de juiste houding. Ik heb mijn mes zo vast. Ik sta in de juiste richting. Zwaai het mes. Zwaai het mes. Nee, andere richting. Andere richting. Zo, ja. Ja. Zwaai het mes en laat het op tijd los. Oké. Okay. Dan zwaai ik het mes en laat ik het op tijd los. Ja, raap het mes terug op. Ja. Kuis het mes af na te werpen. Zo, en deze stappen blijft u herhalen tot u een perfecte worp heeft. Ja. Oké, okay, dan gooi ik nu het mes naar het doelwit. Voilà, ik heb nu mijn mes geworpen. Het is me gelukt. We zullen eens zien. Voilà, recht in het doelwit. Goed gedaan. Dank u zeer. Als u dit ook thuis wil doen, herhaal deze stappen tot u een perfecte worp heeft. Oké, okay, stop maar zoals te praten als een robot. Oké dan. Om deze instructievideo af te sluiten, zullen we nog even een snelcursus geven voor gevorderden. Voor gevorderden? Ja, dat woord. Dat betekent dat we ook onderwaarts kunnen gooien. En dat het even goed zal zijn. Demonstreer. Ik demonstreer. Voilà, ik heb nu mijn mes geworpen. Het is me gelukt. We zullen eens zien. Voilà. Recht in het doelwit. Goed gedaan. Dank u zeer. Deze keer zullen we een achterwaarts worp doen. Een achterwaarts worp, zegt u. Dan zal ik mij zo even gaan plaatsen. Even kijken naar mijn doelwit. Even langs de andere kant kijken naar mijn doelwit. En gewoon puur op gevoel zal ik mijn mes in de roos gooien. Wauw. Voilà, ik heb nu mijn mes geworpen. Het is me gelukt. We zullen eens zien. Voilà. Recht in het doelwit. Goed gedaan. Dank u zeer. We zullen nu nog een worp doen. Voorwaarts door de benen. Voorwaarts door de benen. U zegt, wij draaien. Oké, ik neem het mes weer vast, zoals de normale manier. Ik
gaal met mijn arm naar achter en ik gooi het mes naar de roos. Heel goed. Voilà, ik heb nu mijn mes geworpen. Het is me gelukt. We zullen eens zien. Voilà. Recht in het doelwit. Goed gedaan. Dank u zeer. Onze voorlaatste worp voor gevorderden is achterwaarts door de benen. Achterwaarts door de benen. Dit is een hele moeilijke, maar het is zeker de moeite waard als je het kunt. Hup. Ziezo. Voilà, ik heb nu mijn mes geworpen. Het is me gelukt. We zullen eens zien. Voilà. Recht in het doelwit. Goed gedaan. Dank u zeer. De laatste worp is waarschijnlijk de moeilijkste. Met de voet. Met de voet, zegt u. U ziet, ik heb mijn mes op mijn voet gelegd. U kunt even dichterbij komen. Ziezo, u ziet, het ligt op mijn voet. Nu kunt u weer weggaan. Uit veiligheidsredenen natuurlijk. En ik uit evenwichtsredenen natuurlijk. Oké, ik zal dus dit mes gooien met mijn voet in de roos. Ja, oké. En hup! Voilà, ik heb nu mijn mes geworpen. Het is me gelukt. We zullen eens zien. Voilà. Recht in het doelwit. Goed gedaan. Dank u zeer. Vandaag zullen wij jullie tonen hoe je een mes moet smijten. Gooien. Ah ja. Erdoen. Ja. Wat heb je tonen in? Ja, knecht dat er toen terug hebt, hé. Ja, was zien we aan het filmen? Ja. Dat gaan we niet. Ja, ons.